Het aantal coronabesmettingen in Nederland is opgelopen naar 188. Yo, dames en heren. Zoals je ziet zitten we lekker in de auto en we gaan op pad. We zijn in quarantaine en vanwege het coronavirus, zoals jullie allemaal weten. En, maar ik heb toch het vermoeden dat ik best in quarantaine kan aan de water komen. Ik mijt zo 99 van de 100 mensen in een groep. Ik ben in mijn eentje. En ik denk dat ik die van de snoepen voor Carver krijg. Maar alle gekheid op een stokkie. We gaan richting de waterkant. Dan gaan we naar de Lier toe. Ik heb de laatste paar keer hier in Schravenzanden weer gevist. Maar daar is het nog niet echt heel erg vruchtvol geweest. Er is weinig vis gevangen. Maar we gaan naar de Lier. Geëikte stekkies. Ik heb weer een beetje een plannetje gemaakt om een paar soorten visstijlen te gaan proberen. Ik heb mijn spinhengel bij me, of mijn jerkbaithengel bij me. Om toch nog wel de laatste snoekie te vangen van het jaar. Want het seizoen is echt nu nog 1 week en dan is het eigenlijk afgelopen. Dus ik vind het eigenlijk nog wel leuk om 1 snoekje te kunnen vangen. De laatste 2 snoeksessies heb ik helemaal niks meer gevangen. Na die ene mooie snoek van 3 weken terug, voor mij weer 4 weken terug. En ja, daarna gaan we na de snoepvis. Dan ga ik heel eventjes een paar stekkies af. Dan ga ik me even voeren in het park. We kunnen dan ook nog even met de bolie gaan vissen. Pop-up. En ik heb ook mijn penhengel bij me. AKA de topwaterhengel. Of hoe noem je dat? Korsthengel. En misschien kan ik nog een paar visjes van de oppervlakte af friemelen. Want het is best wel heel goed weer vandaag. Het is vrij... Het is nu al een beetje aan het regenen, wat donkerder, maar het schijnt dus best wel goed weer te gaan worden. Zonnetje erbij en het is iets van 12 graden, dus ja, die karpers die trekken echt vanuit de oppervlakte nu. Dus ik hoop zo dadelijk in ieder geval een manier een vis in mijn handen te krijgen en dan is het een braas. Nou, dat maakt me al helemaal niks uit. Maar ik zie jullie in ieder geval aan de waterkant in quarantaine. Ik zie jullie. Later! Rip, jongens, hij is kapot. Jongens, het is weer gelukt hoor, ik heb een braas. Ontkom maar niet aan die kring. Yo, jongens, eerste vis van de dag, brasem, helaas vals gehaakt, maar het is in ieder geval vis. Wat een slijm hier, jongens. Genieten, gaat hij weer lekker terug. Zo jongens, de eerste snoek is ook weer een feit. Die dunne kleine, is echt heel dun, is die. Ik denk dat die echt net afgepaaid is. Een mannetje, wat een kleurtjes. Mooi dat groene, dat blauwe erop. Prachtig visje. Nou, en je lusten die vat zo wel. Heerlijk. Laatste stukje van het seizoen. Nou, die is ook weer een feit. Fantastisch.
prachtig visje. Yo, dames en heren. Hey, kleine update. Ik denk dat we nu een kleine 2 uur in de sessie zitten. Nou ja, 2 brasems en een snoekje verder. Een paar stekjes af geweest. Ik denk nu een stuk of 4, 5. Maar helaas geen vis. Wel, tenminste helaas geen vis op de andere stek. Wel op die andere ene stek. We hadden gelijk 2 brasems en 2 brasems vals gehaakt. En een mooi snoekje. Dus ja. Die lag daar gewoon mooi te liggen. En we gaan nu naar het karpergedeelte. Ik heb denk ik al verzonnen wat ik ga doen. Ik denk dat ik mijn statische hengels even links laat liggen. Maar dat ik even met de korst verder ga. Het is best wel warm. Er is best wel een zonnetje op. En ik heb hier een paar stekjes waar ik weet. Als ik al zo vroeg in het voorjaar heb, dat er best wel wat karpers actief zijn aan het oppervlak. Dus ja, ik ga maar eens even kijken of ze er liggen. Dus ik zie jullie hopelijk zo met een karper in de hand. En anders zie ik jullie aan de andere kant. Yo boys en girls, we zijn op de stek beland waar we nu naar het karpergedeelte toe gaan. Ik ben even een paar stekken afgevist, of afgereden bedoel ik, niet afgevist. Ik heb helemaal niks afgevist, ik zit net. En ben denk ik wel bijna een uur bezig geweest om eindelijk een vrij plekje te vinden. Echt overal zaten mensen waar ik wilde vissen. Het is echt ongelooflijk. Ik ben echt op iets van 5 stekken wezen kijken waar ik weet dat 's winters of lente... vroeg in de lente de karpers veel liggen. Nou, dat wisten die mensen dus blijkbaar ook, want die zaten allemaal op die stekken. Ben dus maar weer op het oude vertrouwde plekje gaan zitten in het park. Omdat er gewoon noodzakelijk geen andere plek was. Ik wilde eigenlijk hier niet weer gaan filmen, net zoals ik de laatste keer ook al hier heb gefilmd. Maar ja, hier zit licht wel de vis en hier zat niemand. Dus ik dacht, ik vind het allemaal eigenlijk wel best. Ik wil gewoon even een visje vangen. Maar ja, we gaan eventjes hier even een paar uurtjes vertoeven. En natuurlijk... Gaan wij niet zomaar gaan wij hier zitten vertoeven, want we hebben allemaal last van corona. Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now one piece. Dus we gaan even een corona biertje drinken. Heerlijk. Dus pas op hè jongens. Ga in quarantaine. Ga lekker aan de waterkant zitten, want dan kom je echt geen mens tegen. Ja, er zitten wat mensen achter me, maar als die hoesten, dan heb ik dat echt niet in mijn nek hoor. Dat is minimaal 2 meter tussen. Maar ik denk dat vissen de sport is waar het meest solidaire ben en waar het minste mensen kan aansteken als je het hebt. Want je komt eigenlijk met niemand in aanraking behalve de karper. Ik weet niet of het op de karper overdraagbaar is. Laten we hopen van niet, want dan ga ik direct in quarantaine. Ik moet leuk met mijn huis uit. Maar we wachten even een visje af en laten we hopen dat er die piepers zo gaan lopen. Nou, ik zie jullie hopelijk zo met de vis in de hand. Ik zeg... Weet je nog het ergste van alles? Er is 7 pieren op jongens, we gaan nu echt er allemaal eraan. Oh no!
alle gekheid tegen. Het is ook wel een serieuze zaak wat er nu in de wereld aan de hand is. Het is ook vrij uniek. Het is volgens mij in 40 jaar niet meer gebeurd dat er zo'n virus over de wereld heen ging. Zo'n pandemie. Dus wees voorzichtig. Ga niet de grote evenementen opzoeken. En blijf gewoon inderdaad. Ga lekker naar de waterkant. Of ga lekker naar een natuurgebied waar je niet veel mensen ziet. Je hoeft echt niet binnen te blijven, want ik geloof echt niet dat dat werkt. Ja, als je in een stad woont wel. Maar waar ik woon in het Westland, het is zo nog ruim. En er zijn nog niet zoveel mensen dat je daar zo last van kan krijgen. Dus denk goed na, gebruik je hoofd. En ga niet als een malle allemaal missie. Nou, hopelijk vangen ze nog een karpetje. Coronetje erbij. Yo, zoals jullie zien zitten we weer lekker in de auto. Dan gaan we richting huis. 2,5 uurtjes gezeten. Ik heb een paar kleine lijnzwemmetjes gehad. Een paar rare piepjes. Maar voor de rest eigenlijk niks op de karpengels. Ook niks op de dobber. Het was gewoon echt een beetje dood. Dus we zijn gewoon lekker gestopt. Ik ga nu lekker richting huis. Gelukkig wel vanochtend nog mooi die snoek kunnen pakken. Daar ben ik wel blij mee. Dus weet je, ik heb liever nu snoek dan dat ik karper heb. Aangezien de karper alleen maar meer actiever wordt en snoek dadelijk een soort van klaar is. Dus lekker dagje gezeten. Het was een lekker weertje. En ondanks alle corona-ellende vond ik het allemaal wel meevallen qua chaos en... Ik verwacht natuurlijk helemaal geen chaos, weet je. Soms moet je gewoon logisch nadenken. En wat ik al zeg, je mag er best een geintje van maken, maar het is best een serieuze zaak. Er zijn niet voor niks heel veel duizenden doden eraan gevallen. Maar dat zijn gelukkig allemaal mensen die of iets al hadden, of ze zijn wat ouder. Dus ja jongens, gewoon je gezonde verstand gebruiken, dan komt alles goed. Dit waren de wijze woorden van Vissen met Vond. En ik tune nu uit. Ik ga even bij een maatje nog kijken aan de waterkant, dus misschien zien jullie me daar nog. Maar anders zie ik jullie bij het volgende visavontuur. Ik zeg duimpjes omhoog, like, share, abonneer voor meer. En ik zie jullie bij het volgende visavontuur. Zo jongens, we zijn ons spullen opgeruimd, maar Stan hier, die heeft even zijn zooi weer eventjes uitgestald, want die gaat een nachtje doen, toch? Natuurlijk. Even een nachtje. Vol gas bakken aangekend. Hij heeft er al een aantal contact mee gehad, maar een paar, eentje die wilde niet helemaal goed bijten, dus die schoot los. En ja, de ander die... lijmbreuk. We weten niet wat hij heeft gedaan. Die had tanden gekregen of zo ondertussen. Dus helaas. Maar ja, je gaat er nog hier, dus dat komt nog wel. Daarom moet ik. Je liet me net een paar foto's zien. Hij zat zo, ik hoor de piepen gaan gewoon af, jongens. Hij heeft een foto net gestuurd. Dat was echt een dikke bak. Dus die ga je nu zien. En geniet van de beelden. Maar ik ga zo weer lekker richting huis. Ja, ik ga weer bakken vangen zo. Bakken vangen, je tentje opzetten. Daarom. Hey, jongens, later.